Welkom bij BVH Autosport. Aan het stuur Paul Beiersberger. We gaan nu het rechte stuk op. 580 km per uur. Oh nee. Meter per seconde? Ook niet. 140, 150. En 130 in de remmen. De ankers. Dan gaan we hier de Tarzanbocht in. Kijk uit voor de krip, want die schiet niet op. Snelle cadet hoor. Ja. In de Tarzanbocht. Ik mijn bandje zo. Oh, is dat je koppeling niet? Wat is dit? Is dit de Gerlachbocht? De Gerlachbocht, ja. Aanremmen. Oh, waren we heel enthousiast nu. De pionnetjes staan voor de clipping points. Waar we er eigenlijk naartoe moeten sturen. En weer eruit moeten sturen. En hier omhoog, hoe heet het hier? De Hunzerug. Hunzerug. Voor ons een oude cadet, heel gaaf, voor een CRX. En daarvoor weer een Volvo V40 in de kleur van de Polar. Maar dat is die niet. En voorop de instructeur, maar rijdt hier een Honda. Die komt hier lekker uit, die bossen erin. De Volvo C30 houdt zich goed. Dan hier naar beneden, waar zitten we nu? Schijfvlak. Het schijfvlak, hier gaan blijkbaar de meeste mensen eraf. Wij nog niet. Ook niet te doen. Nou, we hebben een extra verzekering afgesloten, dus ja. Komt vast goed. Naar het puntje rijden. Maar het is een bijzondere bocht. Ja, en van buiten naar binnen snijden. Langzaam erin. Met je curvestone mee pikken. En dan zo snel mogelijk weer eruit. Oh nee, deze bocht hebben we dan een soort van opgeofferd voor de volgende. Ja. In de ankers. De cadet valt stil. Hij ruikt lekker, die cadet. Ja. Hij komt goed uit de bocht, hè? Ja. Cadetje. Goed afgeveerd. Waar zijn we nu? Gaan we nu bos in? Bos uit? Bos uit, naar het rechte stuk. 200 meter bord. Dat staat hier ook gewoon aangegeven. Ja. De Hans Ernstbocht. Ja, lekker spannend, hè? Vroeger een panoramabocht volgens mij. Rechts-links combinatie. Zo. Een beetje. Ah, bedankt. Een beetje kiezelstein om eruit. Grindslag. Steenslag. Ja. Het volgende rondje de gaten houden. Niet te dicht achter. Ja. Geen spatbordje zijn. Nou, is het de laatste bocht voor het rechte stuk? Ja. Gaan we de bocht in. 100 km per uur. Opschakelen. Ja, alleen we kunnen niet voluit. Helaas, pindakaas. En einde van het rondje. Ja. Bedankt voor het kijken, dit was Studio BVH en... Even opletten, Lof. Oh, daar komt het thuis aan bocht.